Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video. Ik ben samen met Koen. Ik weet ook niet waarom, hij ging er opeens bij zitten, maar leuk. Wil je nog wat zeggen tegen hun? Tegen die mensen daar in dat... Wie zijn het? Weet niet. Sanne kijkt, Tom kijkt. Iedereen weet je. Iedereen. Maar laten we even gaan kijken wat we gaan doen. Want we gaan vandaag even bespreken hoeveel pornosterren verdienen. Trouwens, de vrouwelijke pornosterren. De eerste dame. Sunny Leone. En die heeft $2,5 verdiend door... Ja, wat vind je van haar? Kijk, als je haar zo ziet, wat denk je dan bij jezelf? Ik denk dat ze heel aardig is. Ik denk ook dat ze heel aardig is. Goede persoonlijkheden. Ja, mooie oogjes ook. Hele mooie oogjes. Dat is Sasha Grey. En die verdient €3 miljoen. Dollar trouwens. Dollar, sorry jongens. Dat is ordinair. Dat is ordinair, ja. Door de video heen. Limonade drinken. Maar oké, we gaan naar de volgende. En dit is Jenna Hazen. Lijkt een beetje op een Nederlandse... Dat is ook... Nou, eerlijk. Als je gewoon... Nee, gewoon haar lipjes, weet je wel. Je moet ook naar de lipjes kijken. Snap je? Je gewoon... Maar weet je hoeveel make-up ze al heeft? Ja, oké. Ze heeft wel een plamuur vol make-up, maar... Katie Morgan... 4,5 fucking miljoen euro in de pocket, natuurlijk. En ik vind haar nou niet zo mooi. Ik zeg je eerlijk, ik zou echt denken bij mezelf, waarom verdient ze dat? Omdat ze porno doet. Ja. Daarom verdient ze dat. Nou, deze is niet mijn type. Zeg maar. Ik vind kort... Kort haar? Ja, ik vind dat niet... Kort. Ik vind dat niet mooi. Zo. Een beetje kort mag wel, hoor. Ja, oké. Okay, Brie Olsen. Brie Olsen, die verdient $5 miljoen. Goedemorgen, dat wil ik ook wel. Nou, wat denk jij? Ondanks dat ze blond is, vind ik er wel knapper. Ja, heeft een knap kopie. Een zesje. Oké, Maria Taki Palapitata. Ik weet even niet. Takagi. Nee, zei het goed. Zei ik het goed? Ja. Oh, oké. Ook al 5 miljoen. 5 miljoen, jezus. Maar dat is wel een... doe je toch geen porno meer, neem ik aan. Ja, dat bedoel ik. Als je zo verdient, stop ik er ook mee dan met porno. Zouden ze het echt nog leuk vinden? Ik denk het wel. Ik weet het niet. Een vraag voor de kijkers. Waarom zouden pornosterren, als ze zo goed verdienen, nog steeds porno doen? Tracy Lords, 7 miljoen. Niet normaal, man. Weet je wat ik het gekke vind? Ja? Is dat dit zijn de best betaalde... pornosterren. Mm-hmm. En tot nu toe ken ik er letterlijk nog maar 1. Ja, dat bedoel ik. Dat is toch erg? Het zouden juist de pornosterren moeten zijn juist. Die je overal ziet of zo. Ja. Of die in de hele... Want deze ken ik ook niet. Nee. Nou ja. Jij kijkt ook vooral naar mannen, hè? Nee. Jessie Jane. $8 miljoen. Nee, man. Heel erg plastic of zo. Ja, dat bedoel ik. Het is allemaal heel erg gemaakt, dit. Ja, nee, ik weet het niet, mensen. Ze doet iets met piraten. Dus dan weet je al genoeg. Tersa Patrick, die ken ik trouwens wel. $15 miljoen. Geweldig. Kijk, zie je? Dat is zij. Nee, ze is wel gewoon knap, weet je. Jawel. Haar zie ik soms dan op die website. Ja, weet je. Jameson, die ken ik wel. Die ken je. 30 miljoen. 30 miljoen, Koen. 30 miljoen. Oh. Ziet er opeens heel anders uit. Ja, ik had iets anders in gedachten. Oké, nou dit is zij. Dat is, Ik vind haar heel netjes hier. Ja, inderdaad. Al die andere foto's waren allemaal bikinifoto's. Ja, en hier lijkt het alsof ze naar de kerk gaat. Zo. Ja. Ja, maar ja. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. Ik denk het wel. Ik denk dat ze wel genoten hebben. Ja, vooral omdat jij er zit, weet je wel. Dan is het gelijk al van... Maar mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Wel doen. Niet kijken naar Koen. En dan zie ik jullie weer. Zat daar de microfoon in? Ja. Later. Zeg maar later.